Het beroert je. Het kunstwerk raakt je. Het kunstwerk zet je tot nadenken wat een kunstwerk hoort te doen. Namelijk, het staat stil bij iets waar je geen greep op hebt. Dat doet dit kunstwerk. Aardbevingen doen mij persoonlijk raken mij niet, omdat ik het niet ervaren heb en nooit meegemaakt heb. Maar aardbevingen betekent dat alle zekerheden van mensen ter discussie komen te staan. Alles wat je als normaal en als een gegeven beschouwt, is geen gegeven meer. Dus aardbevingen, dan wordt echt de grond onder je voeten weggetrokken. En dat betekent dat echt het naakte bestaan van de mens ter discussie komt te staan. Kunst zal nooit bestaan zonder in relatie te staan wat er in de wereld om je heen gebeurt. En ik denk dat kunst betekenis krijgt omdat het een dimensie toevoegt aan datgene wat je zijn bepaalt, dus wat je wezen bepaalt. En kunst is wat dat betreft de gelaagdheid, zou ik bijna zeggen. De gelaagdheid van het bestaan en geeft dimensies weer wat kunst betekenisvol maakt.